Hummer Scott, Dion Tesselaar. Start is gevallen. Tweede band is fantastisch weg. En Hummer Scott sluit gelijk aan. Geldt ook voor Major Brown. En één deelnemer heeft wat moeite. En die deelnemer gaat nu van de benen. Dat leek uitgeschakeld nummer 6. Galop nummer 6. Dat leek op Joko Zwee en dat was hem ook. Joko Zwee is van de benen gegaan. En zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding wordt dan genomen door Robin Bakker met Early Ricardo. Early Ricardo op plek 2 Pearl Stardust. Derde aan de relingzijde Crystal Sun. Eerste paard aan de buitenkant is de opkomende Gibson Boko. Daarachter aan de relingzijde ligt de Escobar AG. En aan de buitenkant van Escobar AG Griff Junior. Driedik gaat aan de buitenkant naar voren Major Brown. Paarden komen voor de tribune langs. 2600 meter de afstand, dan kun je onderweg een beetje gas geven. En Ruud Pols hoef je dat geen twee keer te vertellen. Dat doet hij al. En zo gaan we de eerste 500 meter door met aan de leiding Early Ricardo. Dat is een trainingsgenoot van het paard dat nu aan de buitenkant opkomt, Major Brown. Dus als hij er een keer naast ligt, is hij er ook gelijk voorbij. Zo gaan de paarden de volgende bocht in en Major Brown gaat nu de leiding overnemen. Major Brown, de nieuwe leider, dat is een doorslag. Als je binnen 500 meter de kop kan nemen... Uit de banden, uit het tweede band. Major Brown leidt. Daarachter op plek 2 aan de buitenkant ligt Gibson Boko. Die gaat nu de aanval openen op Major Brown. Daar is Pols niet blij mee, want die wou eigenlijk eventjes uitblazen aan kop. Maar dat gaat niet lukken. De buitenkant Gibson Boko die hem overneemt. Gibson Boko, Major Brown. Dan een gaatje naar Early Ricardo. Tussentijd 15-1. Daarachter volgt aan de relingzijde Ebbingen met Pearl Stardust. En daarachter aan de buitenkant is onderweg naar voren Rote Gatter met... Griff Junior. Dan aan de relingzijde Crystal Sun. Buitenkant daarnaast Hummer Scott. Daarachter aan de relingzijde Escobar LG. Zo gaan de paarden de volgende bocht door. Tempo is wat uit de koers gehaald. En Pols is al een half spoortje naar buiten gegaan. Die kijkt af en toe even opzij. Wil zich niet laten verrassen door bijvoorbeeld Griff Junior. Die nu aan de buitenkant naar voren aan het gaan is. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog een ronde te gaan. Pols is aan het twijfelen. Zal die eruit gaan? Zal die er niet uitgaan? Zal die het doen? Zal die het niet doen? Hij doet het voorlopig nog niet. Tempo is er een beetje uit. 17-2. Hij is nu wel drie kwart naar buiten. Nu is hij er helemaal uit. Laatste ronde gaan we in. En Major Brown gaat naar het tweede spoor. Aan de binnenkant gaat gelijk het gaatje benut worden door de trainingsgenoten. Dat is Early Ricardo. Paarden gaan de voorlaatste bocht in. Leiding in handen van Jaap van Rijn met Gibson Boko. Gibson Boko van Rijn heeft de handen vol. Aan de buitenkant Major Brown. Daarachter aan de relingzijde Early Ricardo. Griff Junior heeft nu een mooie rug. Daarachter aan de relingzijde ligt Ebbingen met Pearl Stardust. Dan gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Aan de buitenkant daarnaast ligt Hummer Scott. Dan aan de relingzijde Crystal Sun. Daar komt de aanval aan de buitenzijde van Major Brown. Die gaat de druk nu opvoeren, maar Gibson Boko countert. Tussentijd 17-7. Gibson Boko en Major Brown. Daarachter aan de relingzijde Early Ricardo. En zo gaan ze de laatste bocht in. Vierde plek voor Griff Junior. Ze gaan de paarden de laatste bocht in met Gibson Boko aan de leiding. Gibson Boko, nu krijgt Major Brown een kleine aansporing. Die wordt even wakker gemaakt. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Gibson Boko, Major Brown. Daarachter aan de relingzijde Early Ricardo. Daar gaat naar het derde spoor Griff Junior. Naar het vierde spoor gaat Hummer Scott. Proppen gaan eruit bij Hummer Scott. Zijn in de laatste rechte lijn. Nu wordt er gevochten om de winst. En dat gaat Major Brown niet worden. Helemaal aan de buitenkant komt Griff Junior. En samen met Hummer Scott. Het is Griff Junior. Griff Junior neemt over. Go baby! Go, go, go! Griff Junior gaat hem winnen. Early Ricardo wordt net geklopt voor het tweede geld aan de buitenkant. Door Pearl Stardust.